meters. Positie nummer 1 en 2. De eerste plaats lijkt te gaan naar het nummertje 382. Mark Versteken, maar hij is teruggezakt door plaats nummer 2. Want wij gaan naar voren. Wij gaan kijken naar Leon Doortoy van de Boom, plaats nummer 1. Mark Versteken, positie 2. En net als in die eerste, die tweede en die derde kwalificatiematch. SCV de Duffel. Race nummer 2, en daar zou die mannen dadelijk rekening mee moeten houden. FCC Lyon door, bocht nummer 7, Guido Fokkermans. Positie nummer 1, de man met de snelle start op plaats nummer 1. De tweede plaats gaat naar de man van FCC Nuland. Winnaar van de ronde nummer 4.